Banjo Town in America. Zo, lekker fris en fruitig. Het is een motherfucking vroeg. Maar ik heb er fucking veel zin in. We gaan vandaag naar LA. Jullie gaan zo meteen zo ik ontmoeten onze cameraman. En ik voel me echt een soort van Enzo Knol met mijn camera. Als dit niet vet wordt, dan weet ik het niet. Maar dit wordt fucking ergens. Is nog denk ik de 5 minuutjes of zo. Zelfik is er al, die is tas aan het inchecken, want die heeft allemaal camera-spullen bij zich. Dus die gaan jullie zo ontmoeten. Het is nu donker in de auto, dus ik heb allemaal lichtjes aangezet. Dit is trouwens mijn vader, die rijdt mij even omdat er geen treinen rijden om 4 uur s'nachts. Maar goed, we zijn er bijna. We hebben ook echt de Partial 1, check-in 1. Oftewel, we zijn gewoon de enige maloten die hem zo fucking goed vliegen. Maar ja, het hoort erbij. En hier rechts van mij ziet u Schiphol. We gaan even kijken of we Zoe kunnen vinden. Hij is al bezig, als het goed is binnen. Ik ga mijn tas pakken en dan gaan we naar binnen. Ik heb even mijn hipster girl, white girl problem verslaving gevoed. En naast mij zit Zoe, hallo. En hij gaat de komende dagen gaat hij de camera bedienen. Normaal gesproken doe ik dat natuurlijk. Maar aangezien ik de enige Boyantown ben, ga ik dit keer voor de camera staan. Ga jij achter de camera staan. Ik heb je camera spullen meegenomen hier. Een hoop dingen bij je. Heel veel dingen. Ik heb er onwijs veel zin in. Het is fucking vet. Ja, het is echt. Ik heb steeds donker buiten. Ja, en hoe laat worden we nog? Een uurtje of zo? Over een uurtje, ja. Een uurtje gaan we boarden en dan gaan we vliegen naar Frankfurt. Zo jongens, we zitten in het vliegtuig en check even hoe fucking veel beenruimte wij hebben. Fucking nice, maar ja, het is maar een uurtje. Het is een uurtje, toch? Het is maar een uurtje. Ja, precies. Dus, het wordt kort, maar ik hoop dat we naar LA ook zoveel beenruimte hebben. Dat zou wel chill zijn. Ik kan nu gewoon lekker strippen. We zijn aangekomen op Frankfurt en zo wil ik eens even een sigaretje roken. Hij kon met zijn karretje, kon hij dus niet daardoor heen. Dus vandaar dat ik hier even nu sta. Ik voel me een beetje kut. Ik weet niet wat ik vandaag heb. Ik ben al de hele tijd de afgelopen week een beetje ziek. Maar goed, we moeten zo nog 11 uur vliegen, dus dat wordt wel even pittig. Ik ga even een paar stukje mondje nemen voor de vitamintjes, tenminste voor de pijn, pressie, hoe noem je dat. En dan gaan we zo richting LA vliegen. Wow. We zijn aangekomen, we moesten nog eventjes rennen. Tenminste, een soort van, want het was eigenlijk de bedoeling dat we al 20 minuten geleden in het vliegtuig zaten. Maar het gaat allemaal zo langzaam en ze checken 4 keer je paspoort. Dus ja, op een gegeven moment hou je tijd wel in. En nu wordt het 11 uur vliegen. Ik heb er zin in. Er zin in. Ja. Zit ernaast een nieuwe manier. Jullie hebben geluk, want jullie doen dat in één keer zo. We zijn geland, we leven nog. En we hebben een Howard Island kit voor ons, dat hoort er ook bij. Ik weet niet of jullie kunnen zien, nee, waarschijnlijk niet. We zijn nu op LAX. Ik mag zo meteen niet filmen, anders word ik aangehouden door de douane of door de marge die erop lopen. Dus we gaan zo de taxi pakken en dan zien jullie weer. In motherfucking LA! Wow, ik stoot bijna tegen iemand aan. Wat vind je van? Wow. Het is weer heerlijk warm en ik vind het echt bijna warm. Het is niet te warm. We gaan een taxietje nemen en dan eerst even wat eten en dan gaan we richting hotel. Ik ben echt benieuwd. Ik heb echt waar geen idee, maar het is fucking vet.